Welkom meneer Sintobin van Vlaams Belang. Voor u een binnenkopper, denk ik. Na het historische akkoord over stikstof blijkt er nu grote verdeeldheid tussen de regeringspartijen. En u zag natuurlijk een uitgelezen kans om Jan Jambon daarmee op stang te jagen. Ik heb hem niet echt op stand proberen te jagen. Ik heb proberen duidelijkheid te krijgen. Want het is inderdaad zo. In februari werd er een akkoord bereikt rond stikstof. Zo gezegd volgens Jan Jambon een historisch akkoord. Maar nu blijkt toch enkele maanden later dat eigenlijk die Vlaamse meerderheid eigenlijk verdeelder is dan ooit over dit stikstofakkoord. En ik heb al verschillende keren minister De Meer, minister Krivits over gevraagd, over standpunten en zo. Maar natuurlijk, het is de leider van de Vlaamse regering die zijn regering moet bijeenhouden en die het standpunt van de Vlaamse regering moet verdedigen. Ja. En vandaar dat ik vandaag die vraag gesteld heb. Nu, het was ook wel een historisch akkoord, want we hebben er heel lang op moeten wachten. Er zijn jaren overgegaan. En nu eindelijk was er toch een regeling en men ging die toepassen. Ja, maar het is voor niemand duidelijk wat die regeling eigenlijk inhoudt. Zelfs minister De Meer weet niet hoe die berekeningsmodellen in elkaar zitten, hoe bepaald is wat een rood bedrijf is, wat een oranje bedrijf is. De rode die dicht moeten, hè? De rode die dicht moeten tegen 2025. Dus er is veel onduidelijkheid hoe alles eigenlijk bepaald geweest is. En dat is een punt dat ik ook wil brengen, is dat wij eerst duidelijkheid moeten krijgen hoe alles berekend is, welke criteria werden gebruikt. Want er zijn heel wat bedrijven die ondertussen sinds 2015 enorm veel financiële inspanningen hebben gedaan, tot honderdduizenden euro's. Om de toestand te verbeteren. Om de toestand te verbeteren. En die nu te horen krijgen dat ze moeten sluiten. Dat is dus een regelrechte schande. Een voorbeeld dat tot de verbeelding heeft gesproken is natuurlijk die beruchte abdij van Averbode, waar de paters plotseling tot hun grote verbazing als een stem uit de hemel te horen kregen dat ze hun heilige koeien mochten opbergen. Hè? Ja. Het was inderdaad wereldnieuws bijna, dat de abdijhoeve van Averbode moest sluiten. En ik moet eerlijk bekennen dat het feit dat dat bekend geraakte van Averbode was op zich, en het is misschien verkeerd uitgedrukt, maar was op zich geen slechte zaak, zodanig dat ook de brede publieke opinie kwam te weten wat eigenlijk de negatieve impact was van dat stikstofakkoord. En die zei van, allee, dat kan u toch niet. Ook in Averbode hebben ze veel financiële inspanningen gedaan. Hebben ze geprobeerd iets te doen aan het probleem. En dan krijgen ze van de ene dag op de andere met een telefoontje, met een briefje te horen dat ze moeten sluiten. Ja. Maar Averbode staat symbool voor vele andere bedrijven. Want uiteraard, die paters zijn ook niet van gisteren natuurlijk. Die kennen wel iets van PR voeren. We weten intussen ook dat alles op het bedrijf toch ook niet echt helemaal kosher was. Dus daar zat daar, excuseer de uitdrukking, toch een reukje ook aan. Maar er zijn misschien een aantal zaken, maar ik denk niet dat dat allemaal bewust gebeurd is. Ik denk dat het is niet evident om alle regelgeving tot op de detail te gaan volgen. Er zijn, maar in mijn ogen zijn er bewust zaken gelekt over Averbode. Er was sprake van een illegale slachtvoer. Juist. Wat achteraf niet blijkt waar te zijn, maar dat werd gelekt uit de administratie, via de administratie, onder de verantwoordelijkheid van de minister. U legt dan de schuld eigenlijk bij de administratie. Dat absoluut. Is straf, ja. Absoluut. Ik ben ervan overtuigd wel bewust dat gelekt heeft dat er daar zogezegd een illegale slachtvloer was. Inderdaad, om de paters en Averbode en Hans het verhaal te beschadigen. Ja. Nu, wat ook opviel natuurlijk, was de reactie van de kant van Open VLD, die de burgemeester van Aarschot in de buurt, Gwendolyn Rutte, die het plotseling opnam voor de paters. Dat hadden we nog niet vaak gezien, denk ik. Nee, absoluut niet. Maar het is natuurlijk wel zo, het debat over stikstof gaat al jaren mee in het Vlaams parlement. En ik heb mevrouw Rutte nooit tijdens die debatten ergens gezien. En ik begrijp dat zij nu opkomt voor de abdij van Averbode. Averbode ligt in haar achtertuin, electoraal gewin. En ze gaan nu voluit voor die abdijhoeve. Maar voor mij gaat het veel meer dan over alleen maar Averbode. Die symbool staat voor al de rest. Nu merken we wel dat, u ziet er ook wat langer, dat een slecht compromis, zoals stikstofakkoord, als dat een slecht compromis is, dan krijg je natuurlijk nadien gegarandeerd herrie. En dat blijkt nu ook, want we zien dat de interpretatie van mevrouw De Meer, N-VA-minister, of die van Hilde Krivits, CD&V-minister, serieus uiteenloopt. Absoluut. Maar het feit dat het zo lang geduurd heeft, tegen dat er een akkoord, historisch akkoord, zoals gezegd was,
had toen al te maken natuurlijk met de tegengestelde visie van de twee ministers, minister van Omgeving De Mier, minister van Landbouw, Krevits, op de toekomst van de landbouw in Vlaanderen. Waar gaan we naartoe met de landbouw in Vlaanderen? En is uiteindelijk tot een akkoord gekomen, nu dat de uitvoering moet beginnen, ja, merken we duidelijk dat alles ver uit elkaar ligt. Ja. En dan krijg je nog een andere speler in het veld, een zeer belangrijke, de Boerenbond, die op dit ogenblik, ook met de nieuwe voorzitter, oud-CD&V-parlementslid Lode Sijsses, die de forsing voert en zwaar in de oppositie gaat. Ja, ik heb dat ook allemaal gelezen. Maar ik denk, ik vind persoonlijk dat de Boerenbond is een belangenorganisatie. Is een belangenorganisatie die de belangen verdedigt van haar leden. Ik ga hier de Boerenbond niet verdedigen, maar ik denk dat zij het recht hebben om voor de belangen van hun leden op te komen. Dat is een heel belangrijk dossier. Niet alleen voor nu, het stikstofdossier, maar ook voor de toekomst van de landbouw en voor de komende jaren natuurlijk. Hè. Ja, maar het is wel een objectieve bondgenoot geworden, in een zekere zin, de Boerenbond voor u. In feite wel, maar ik heb het trouwens altijd in het verleden hier in het Vlaams parlement goed kunnen hebben met Lode Sijsses, de nieuwe voorzitter van de Boerenbond, die toen ook hier in het Vlaams parlement de belangen van de Boerenbond verdedigt. We hebben altijd een ambiguë, als Vlaams Belang dan, een ambiguë relatie gehad met de Boerenbond. Dat ging niet zo goed. Ik hoop dat ik met Lode Sijsses misschien wel een keer een gesprek kan hebben. Want zie je dan zo geen verschuiving dat we zouden kunnen zeggen, ja, de Boerenbond, traditioneel een trouw CD&V-publiek van de kant van de boeren, dat het nu aan het verschuiven is, u als partij Vlaams Belang, u jaagt een beetje op de boeren op dit moment? Jagen is misschien een verkeerd woord, maar ik verdedig al sinds jaar en dag hier in het Vlaams parlement de belangen van de boeren. En ik heb de indruk dat CD&V, ja natuurlijk, omdat ze misschien de kleinste partij zijn in de meerderheid en dat ook ja, dat die zuilen wat afgevlakt zijn bij de partij, vind ik het onze taak als Vlaams Belang om de belangen van de landbouw te verdedigen. En wij merken, onder andere in West-Vlaanderen, dat wij aan aanhang winnen bij de landbouwers, dat wij ook meer respect krijgen van de landbouwers. De landbouwers, ik word gecontacteerd door landbouwers over gans Vlaanderen, omdat men wel ziet via allerlei kanalen wie hun belangen verdedigt. Ja, natuurlijk. Wordt Vlaams Belang dan ook een soort boerenpartij, mogen we het zo zeggen? Nou, een boerenpartij, nee. Er zijn tal van andere domeinen en onderwerpen waar dat wij ons op profileren. Maar de landbouw in Vlaanderen, ik ben heel bezorgd over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen. Dus ik denk dat het in het belang is van iedereen dat wij als Vlaams Belang de landbouw verdedigen. Ja. Nu terug naar de kern van het dossier. Ja, stikstofproblematiek loopt al tientallen jaren mee, hè. Dat weten we. Er moet toch iets opgelost worden. Zo kan het toch ook niet blijven duren. U kan toch ook niet zeggen, laat de boeren maar doen en ja, dan gaat de boel onhoudbaar worden, dat weet u toch niet? Nee, dat weet ik ook wel. Maar ik wil in de eerste plaats zeggen, wij zijn al niet akkoord met de doelstellingen. Wij vinden de doelstellingen van dat stikstofplan of stikstofakkoord al veel te ver gaan. Dat komt natuurlijk te streng. Dat komt ook van Europa natuurlijk. Dat er een probleem is, dat ga ik zeker niet ontkennen natuurlijk. Maar ik denk dat nu de manier waarop dat alles gelopen is en hoe dat die berekeningen gebeurd zijn, ik vind dat we eigenlijk zouden moeten het stikstofakkoord die er nu is in de vuilbak gooien en eigenlijk zou moeten beginnen van een wit blad, zoals men zegt. Nu natuurlijk, het antwoord, en dat is ook terecht, van minister-president Jan Bon, is er loopt nu een openbaar onderzoek en al wie denkt daar een bezwaar over te hebben of onterecht behandeld is, die kan heel eerlijk dat allemaal laten weten en dan gaat men er ook wel rekening mee houden. Dus het kan misschien nog een hele andere kant uitgaan. Het kan absoluut nog een andere kant uitgaan. Ik ben trouwens tevreden dat minister-president dat vandaag bevestigd heeft. Het probleem was dat minister De Mier dat niet wilde bevestigen, dat er mogelijkheid was om bezwaar in te dienen. Zij wimpelde dat zo een beetje af. Ja, vandaar was akkoord is akkoord. Ja, akkoord is akkoord. Aanverboden sluit, er gaat er niks meer aan veranderen. En ik ben dus blij dat minister-president Jan Bon vandaag bevestigt, er is mogelijkheid tot bezwaar. En ik vind inderdaad, zoals mevrouw Krevits zegt, dat wij die mensen ook moeten begeleiden. Omdat die mensen die nu moeten sluiten, weten gewoonweg niet waarom ze moeten sluiten. En niks van uitleg geven. Ze hebben gewoon een telefoontje gekregen, een briefje gekregen. U moet sluiten. Punt. Oké. Bedankt meneer Sint-Aubin voor het gesprek. En we kunnen maar hopen dat het stikstofdossier de Vlaamse regering niet zelf verstikt. Dank u wel. Dank u wel.